FC Groningen maakt zich op voor de thuiswedstrijd van komende zondag tegen Sparta Rotterdam. De FC Groningen fans smachten naar een zege en dat geldt uiteraard ook voor de spelers die het zondag moeten doen. We hebben niet makkelijk gehad de eerste drie wedstrijden, maar de laatste wedstrijd hebben we een punch gehad tegen de voormalige landskampioen. En, doet het team goed, het vertrouwen en tegen Sparta moeten we er gewoon weer staan. Ja, want jullie zijn natuurlijk wel aan jullie stand verplicht om te winnen van Sparta. Ja, zeker in de Euroborg ben je sowieso eigenlijk, sorry, Noordlichtstadion ben je sowieso verplicht om te winnen. En of nou tegen Sparta is of tegen wie dan ook, we moeten altijd gewoon proberen thuis te winnen. Bijna twee maanden geleden speelde FC Groningen in een oefenwedstrijd in Hoogeveen met 3-3 gelijk tegen Sparta. De FC werkte toen een 3-1 achterstand weg en leerde op die manier veel over de Rotterdammers. Ja, dat het gewoon wel een stugge ploeg is die verdedigend goed staat. En het je dan lastig maakt. Dus daar moeten we ons tegen zien te wapenen. En, ik heb er alle vertrouwen in. En we moeten gewoon met elkaar blijven doen. Net als tegen PSV. En dan moet het goed komen. Ja, Sparta is een promovendus. Dus, die wil zich bewijzen natuurlijk dat ze in de Eredivisie willen blijven. Die hebben ook een goede team. En, we weten heel veel dingen van hen. We hebben beelden gekeken. We hebben gewoon een strijdplan en zondag moeten we gewoon ons van de goede kant laten zien. En uiteindelijk ben je afhankelijk van hetgene wat je zelf op de mat neerlegt. Sparta is met een 8e plaats met 6 punten een van de verrassingen van het begin van de competitie. 6 punten, ja. Het is een prima resultaat tegen Ajax, was wat minder. Maar voor de rest hebben ze leuke dingen laten zien. En als promovendus is dat knap, denk ik. Jullie gaan ze gewoon op 6 houden komende zondag? Wij houden ze op 6 en dan komen wij op 4.